Je kan in Excel snel en eenvoudig gegevens in een werkblad zoeken. In dit werkblad willen we zoeken naar de naam Marijke. Je start best in cel A1. Dan klik je in het lint Start, Groepen werken op de knop Zoeken en selecteren. Je klikt op Zoeken. Je krijgt het dialoogvenster Zoeken en vervangen met twee tabbladen, Zoeken en Vervangen. Op het tabblad Zoeken typ je in het vak Zoeken naar een zoekterm in. Je mag dit in kleine letters intypen. Standaard houdt Excel geen rekening met het gebruik van hoofdletters in het vak Zoeken naar. Vervolgens druk je op Enter of klik je op Volgende zoeken. Excel gaat op zoek naar de eerste plaats waar de zoekterm in het werkblad voorkomt. Door telkens opnieuw de knop Volgende zoeken te klikken, zal Excel steeds het volgende resultaat weergeven. Met alles zoeken krijg je een overzicht van alle cellen met de zoekwaarde. Je kan in het werkblad een cel met de zoekwaarde selecteren door te klikken op een cel in het overzicht. Sluit het venster Zoeken en vervangen. In Excel kan je ook gemakkelijk en snel gegevens vervangen. In dit werkblad willen we geen afkortingen in provincies. Het werkt gemakkelijk wanneer je eerst de kolom provincie selecteert. Je klikt in het lint Start, groep Bewerken, op de knop Zoeken en selecteren. Je klikt op Vervangen. Op het tabblad Vervangen typ je in het vak Zoeken naar de waarde die je wil vervangen. Je mag dit in kleine letters intypen. In het vak Vervangen door typ je de nieuwe waarde in. In het vak Vervangen door moet je wel rekening houden met het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Vervolgens klik je op de knop Volgende zoeken om de eerste cel te vinden met de te vervangen afkorting van West-Vlaanderen. Als de gevonden waarde mag vervangen worden, klik je op de knop Vervangen. Als je beslist dat de gevonden waarde niet vervangen mag worden, klik je op de knop Volgende zoeken. De afkorting van West-Vlaanderen wordt vervangen door de volledige naam West-Vlaanderen en de cursor springt onmiddellijk naar de volgende cel met de te vervangen afkorting van West-Vlaanderen. Klik telkens op de knop Vervangen tot je de melding krijgt dat de zoekopdracht van Excel geen resultaat heeft opgeleverd. Met alles vervangen wordt de zoekwaarde onmiddellijk overal vervangen. Je krijgt de melding, de bewerking is voltooid. 18 items zijn vervangen. Je klikt op OK en je sluit het venster Zoeken en vervangen.